Een hergroepering, een hergroepering. Rij je voor de wedstrijd, Louis? Nee, ik beleef het wel. Frans Verbeek, André Dierik, de Verbeek is gegaan. Ja, ja. Dierik zijn en die rijden nu vooraan. We zijn op 1 kilometer, daar hangt de rode driehoek, die rode vond, het symbool van de laatste kilometer. Francesco Moser, Tourau en Zoetemelk komen er niet meer bij te pas op dit moment. Walter Plankaert zit hier, kijk, met 112 een beetje ingesloten. Op 1 kilometer van de streep moet Walter Plankaert zich proberen vrij te maken. Onze motor mag er natuurlijk niet aan die kop gaan rijden. Nu begrijpt Sporty Peppers dat we moeten sportie... Oh, Zoetemelk komt. Alsjeblieft, Zoetemelk komt. Walter Plankaert, dat is een redding voor Walter Plankaert. Die man in zaak wordt hier met de klap recht gezet door Zoetemelk. En die merkt vooraan en ook Francesco Moser. Tourau. Hier achteraan. Freddy Maarten zit daar te duelleren met Piet van Katwijk. André Dierich als laatste. Wij gaan hier nu links afdraaien. We zijn in het dorp, in het centrum van Bevelgem. Wij komen naar de streep toe. Wij gaan overschakelen op de vaste camera's. Daar hebben we ze. En uit die bocht moet nu... Ja, daar zijn ze. En die merkt helemaal links. Dat is de eerste die we in beeld krijgen met Frans Verbeek aan de leiding. Frans Verbeek is aan de leiding aan het spurten. Daarachter hebben wij Freddy Maartens. Freddy Maartens die komt nu naar Frans Verbeek. En Freddy Maartens wint deze Gent-Wevelgem. Freddy Maartens voor Rick van Linden. Dat is de uitslag. Zonder discussie. We kunnen op de foto finish wachten.